Hallo, ik ben Peter Adriaansens. Ik ben jeugdpsychiater sinds 35 jaar. En ik wil u even meenemen in mijn pleidooi voor meer artistieke en creatieve vakken in het onderwijs. Niet enkel een behoud, maar we hebben er meer nodig. Het is raar dat we dat nog altijd moeten verdedigen. Want vele mensen interesseren zich voor de kennis over de ontwikkeling van de hersenen van kinderen. We weten dat de rijping van deze hersenen gediend is met een hele brede inspiratie. Hoe meer prikkels dat die hersenen krijgen, hoe meer nieuwe netwerken ze maken en hoe beter ze zelf kunnen gaan bepalen wat ze op lange termijn behouden en wat niet. En dus moeten wij kinderen breed inspireren. Niet alleen met de gesproken taal waarmee we heel vaak cognitieve vakken geven. Het is wel jammer dat we kinderen die andere vaardigheden hebben, daar niet vroeger de weg in wijzen. Want we weten dat we allen ongelijk zijn. Kinderen worden ongelijk geboren. En dus is niet iedereen een prater. Er zijn kinderen die veel beter hun gevoelens en gedachten kunnen uitdrukken met beweging, met dans, of tekenen, of sculpteren, of door het filmisch voor zich te zien. Dat zijn allemaal vormen van taal. Taal is veel meer dan de gesproken taal. Want taal gaat over contact. Wij kunnen gelijkwaar in de wereld gaan. En wij kennen natuurlijk de taal niet van deze mensen, maar wat we gemeenschappelijk hebben is dat we allemaal taal gebruiken en dat we ook allemaal niet gesproken taal kennen. We gaan proberen ons uit te drukken met onze handen, met onze blik. We gaan kijken naar de kledij of naar een voorwerp dat iemand mee heeft, want dat gaat ons ook inspireren. Zoals professor Schwab zegt, wat ons tot mensen maakt, is de interactie van hersenen met de omgeving. En dus willen we vermijden dat die hersenen eigenlijk heel vroeg al een filter opgezet krijgen, waardoor ze maar op één manier of één hoofdmanier leren kijken naar kennis en realiteit. Hoe breder dat we die filter openzetten, hoe meer we hun inspireren, hoe meer zij leren dat bijvoorbeeld muziek ook wiskunde kan zijn, dat er een overlap is tussen wat je kan voelen, hoe je bijvoorbeeld geschiedenis misschien veel gemakkelijker studeert als je het in beelden kan zetten voor jezelf. Of als je kan dansen, wat aardrijkskunde voor jou is. Of dat je driedimensionele gebouwen al voor je ziet, terwijl dat het over, zeg maar, biologie gaat. Door dat te verbreden, zorgen we ervoor dat kinderen en jongeren een betere keuze kunnen maken waar ze uiteindelijk hun aandacht vooral op willen focussen. Welke vaardigheden ze vooral willen ontwikkelen. In deze coronatijd hebben we een heel mooi voorbeeld voor ogen. We zien filmpjes van Aziatische landen waar robots nu in woonzorgcentra aangerold komen met een schoteltje met het avondeten voor deze bejaarde mevrouw. En de robot kan heel perfect dat netjes neerzetten en die zegt heel beleefd, hier is uw avondmaal. Maar dan zegt die mevrouw, ach, ik weet niet of dat ik zin heb om te eten. De robot verstaat, zij heeft geen zin om te eten, die neemt het schoteltje terug en die rijdt terug naar de keuken. Maar u en ik, wij hebben verstaan dat deze mevrouw dat helemaal niet gezegd heeft. Zij zei het op een manier dat ze contact zocht. Dat ze uitwisseling zocht, een gesprek. Met andere woorden, ik moet niet alleen de dingen gewoon leren,
of van buiten leren. Ik moet ook veel leren over empathie. Hoe begrijp ik wat er in iemand anders omgaat? En hoe begrijp ik wat dat ook met mij doet? Dat is wat we leren door geïnspireerd te worden in creatieve en artistieke vakken. Laten we deze generatie, jeugd, en de komende generaties daarvan laten profiteren. Dag.